Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse binnenstad vanaf 1 januari 2020 een lage emissiezone. Enkel voertuigen die aan de voorwaarden voldoen, mogen nog in deze zone rijden. Je herkent de zone aan deze borden: binnenrijden, buitenrijden. Deze wegen behoren niet tot de zone. Stadsring R40, de as Nieuwe Wandeling Pleizantvest, de toegang tot de parking van AZ Sint-Lucas, de flyover of B401, de in- en uitvalswegen voor de parking Gent-Zuid. Controleer je voertuig op www.lez2020.gent. Toegelaten? Dan hoef je niets te doen. Behalve als je met een voertuig met buitenlandse nummerplaat rijdt. Dan moet je het voertuig op de site registreren. Niet toegelaten? Dan kan je daar een tijdelijke toelating of een dagpas kopen. Voor meer informatie kan je terecht op www.lez2020.gent.